is allemaal. Ik wil u welkom heten vanmiddag hier ook bij onze persconferentie. Als het gaat om de presentatie van ons coalitieakkoord van CDA, PvdA aanpakken en meedoen in Hollandsche. Op 23 november zijn de verkiezingen geweest. De VVD kwam een uiterst grootste partij. Ik kreeg ook de gelegenheid van andere partijen om een coalitie te vormen. Deze verantwoordelijkheid hebben we op ons genomen uiteraard. We zijn de gesprekken aangegaan. Wij hebben gekozen om met alle partijen in gesprek te gaan om beurten. Verder in het proces hebben we uiteindelijk de keuze gemaakt als VVD om een coalitie te vormen met het CDA en PvdA. We hebben ervoor gekozen om met 4 wethouders te gaan werken. Jullie mochten dit initiatief nemen. Is het een moeilijke klus geweest? Nee, het was een interessante klus. Boeiende klus om het te mogen doen. Wat is voor jullie belangrijk geweest wat jullie eruit hebben gesleept? Laat ik beginnen. Dat de basis is geweest om met alle partijen een respectvolle gesprekken te hebben gehad. Zodat je straks met elkaar als Raad van Hollandsche Kroon goed kan samenwerken. Ook coalitie en oppositie. Binnengesleept, nou, ik vind het een beetje een zwaar woord. Het is een evenwichtig document geworden. Waar je de komende 2 jaar goed mee vooruit kan. Voor ons was van belangrijk dat de begroting, een meerjarenbegroting, sluitend zijn. De economie aangejaagd wordt. En dat ook het openbaar groen, veiligheidsgevoel gewaarborgd blijft. Er is nu een coalitie van partijen die ook landelijk vertegenwoordigd zijn. Is dat een bewuste keus geweest dat jullie niet de plaatselijk vertegenwoordigde partijen erbij betrokken hebben? Het is geen bewuste keus. Het is gewoon uit de onderhandelingen vandaan die we gevoerd hebben, hebben we deze keuzes gemaakt. Dan nog een laatste vraag, een slotvraag. Ik zei het ook net tegen Feiko van der Laan al. Wat me moeilijk lijkt is maar 2 jaar gaan en in het begin valt te verwachten dat alles nog niet soepel loopt. Dus de kiezer komt na 2 jaar kijken en die zegt dan afrekenen. Jullie nemen wel een bepaald risico, denk ik. Zeker een bepaald risico. Terugkomend op uw vraag van net. We hadden natuurlijk ook kunnen kiezen om zoveel mogelijk partijen in de coalitie op te nemen. En dan na 2 jaar naar elkaar wijzen wat allemaal fout is gegaan en dan anderen de schuld geven. We gaan ervoor een beperkte coalitie qua omvang, met een meerderheid uiteraard. Er moet veel gebeuren. Er zullen ook minder leuke keuzes gemaakt moeten worden. Maar ik ben in staat, ben ik van overtuigd, dat ik namens mijn partij, namens de coalitie, over 2 jaar de kiezer kan uitleggen wat we gedaan hebben en wat we ook niet hebben kunnen doen. En waarom we ook moeilijke keuzes hebben moeten maken. Maar het gaat ervoor dat de Hollandsche Kroon over 2 jaar zo georganiseerd moet zijn dat er een goede gemeente staat. Waarom ben je tevreden met het coalitieakkoord? Onderhandelen over een coalitie is altijd geven en nemen. Een aantal punten die wilden wij graag zekerstellen. Dat is met name de WMO. Dat gaat over mensen die het moeilijk hebben en die hulp nodig hebben om te kunnen functioneren in de samenleving. Daar gaan de komende tijd grote dingen in gebeuren en we willen ervoor zorgen dat dat zo min mogelijk bij die mensen voelbaar wordt. Dat is in ieder geval binnengehaald. En daarnaast, we gaan straks een gemeente worden met een enorm groot gebied. Waarbij de mobiliteit van mensen belangrijk is. Een aantal mensen die beschikken daar niet zelf over voldoende mobiliteitsmogelijkheden. En vandaar dat wij het belangrijk vonden om belbus en buurtbus vooral in de benen te houden. Nou zijn het 2 belangrijke punten voor jullie die je gerealiseerd hebt. Maar er is ook altijd nog wel iets waarvan je zegt na afloop van ja, het is jammer dat we dat niet hebben binnengesleept. En dat is? Nou, dat is vrij weinig, want de speerpunten van de 3 coalitiepartijen die lagen eigenlijk vrij dicht bij elkaar. We willen allemaal dat we een goede woonomgeving voor onze inwoners realiseren, dat de openbare ruimte op orde is, dat er ook werkgelegenheid is, zodat mensen een inkomen kunnen verwerven. En de mensen die daar moeite mee hebben, dat die tijdelijk dan een steuntje krijgen en wat hulp krijgen. En daar verschillen de partijen niet zo gek veel van mening. Het accent op het aanjaagteam had van ons wat minder gemogen, maar aan de andere kant, wij zijn ook Partij van de Arbeid met de nadruk op het laatste, arbeid. Werk is voor mensen van groot belang om te kunnen deelnemen in de samenleving. Dit is denk ik wel je nek uitsteken, zo'n nieuwe gemeente. Dat zit erin dat er het een en ander aan het begin niet helemaal goed gaat. En dat je dat misschien over 2 jaar op je bordje krijgt. Het is inderdaad een risico, want een nieuwe gemeente, zeker zo'n fusiegemeente als Hollandsche Kroon, die zal de eerste paar maanden zeker met zichzelf bezig zijn en de interne organisatie op orde moeten zien te krijgen en alle procedures en werkwijzen weer ingesleten zien te raken. Dat is een risico. Aan de andere kant, we hebben een ambitieuze coalitie. We willen ook dingen voor elkaar brengen. Ook het directieteam waar de coalitie, waar het college mee gaat werken, heeft dezelfde ambitie. Dus we gaan ervan uit dat we na een half jaar toch zeker aan de slag kunnen met het realiseren van die ambities. In de coalitie, samen met de Partij van de Arbeid en de VVD,
Vind je dat een mooie coalitie geworden? Of had je eerder gedacht na uitslag van de verkiezingen van een andere koers? Nou, ik denk dat dit een goede coalitie is met een goede meerderheid en degelijke partijen. En ik denk dat we daarmee redden. Daarmee wil ik niet de andere partijen disqualificeren natuurlijk. Waar ben je nou echt tevreden over en waarvoor zeg je, goh, het is toch wel jammer dat we dat niet wat meer naar voren hebben kunnen halen? Nou, belangrijk voor het CDA is de zorg voor de inwoners. En we hebben ook afgesproken dat bij bezuinigingen de zwakkeren in de samenleving worden ontzien. En dat de voorgestelde bezuinigingen op de WMO, dat we die niet realistisch achten. Dat we daar nog kritisch naar kijken en proberen te zoeken naar andere zaken. Dat is voor ons eigenlijk toch wel het belangrijkste wat we hebben binnengehaald. En dat vinden we een belangrijk onderdeel van het akkoord. Blijf toch nog even zeuren, maar wat vind je nou toch jammer dat niet helemaal naar voren heeft kunnen schuiven? Nou, er zijn niet direct dingen die we echt niet naar voren hebben kunnen schuiven. Natuurlijk zijn er altijd wel wat kleinere dingen dat je zegt, maar er zijn ook nog heel veel dingen die we moeten bespreken. We beseffen als CDA natuurlijk ook dat we een moeilijke financiële situatie hebben de komende jaren. We hebben ook maar 2 jaar. En gezien alles wat er nog gedaan moet worden, is dit ook denk ik realistisch wat we nu hebben neergelegd. Ik vroeg dit ook aan de andere partijen al. Het is ook een beetje dapper, hè? Want die eerste fase van zo'n nieuwe gemeente is doorgaans niet de makkelijkste. En over 2 jaar is het al afrekenen. Ja, dat klopt. We hebben maar 2 jaar. En er moet natuurlijk heel veel gebeuren. Wat ik net al zei, de organisatie moet zijn plekje vinden, moet zich settelen, moet verder opgebouwd worden. Dat is best een lastige taak, want ook de winkel blijft gewoon open. De inwoners moeten ook kunnen blijven rekenen op de dienstverlening van de gemeente. En die moeten op een goede manier vorm worden gegeven. Dus dat is toch best een zware taak voor de ambtelijke organisatie. Ik heb van jou begrepen, dat was je grote ambitie die je vandaag hebt kunnen waarmaken. Ja, ik ben vanaf 2002 in de politiek actief. En door de jaren heen krijg je steeds meer gevoel met het openbaar bestuur. En dan zijn er van die momenten in je leven dat je een beetje vooruit kijkt en denkt van nou, hoe ga ik het nou verder doen? En toen kwam dat wethouderschap steeds nadrukkelijker in beeld. Had ik er ook steeds meer zin in. En ik ben er heel blij mee dat het nu ook echt realiteit wordt. De portefeuille die je gaat doen is natuurlijk heel erg belangrijk. Vertel het eens, wat ga je doen? Binnen de VVD gaan we ons vooral bemoeien met financiën, personeel en organisatie aan de ene kant. Dat gaat collega Enno Bijlstra doen. En ik ga me bezighouden met economische zaken, werkgelegenheid, recreatie en toerisme, de havens en ook voorlichting. Een tijdje lang is CDA, VVD, Partij van de Arbeid geen gelukkige combinatie geweest. En nou zitten ze allemaal bij elkaar. Dat gaat allemaal wel lukken. Ja, dat is politiek. Je trekt allemaal op jouw manier aan het eind van het touw en soms trek je niet aan hetzelfde stukje en dan weer wel. We hebben nu gewoon een nieuwe situatie, een nieuwe gemeente en we hebben vooral gekeken naar elkaar als het gaat om het punt van continuïteit, stevigheid, ervaring. En dan zijn deze 3 partijen met elkaar het best in staat om Hollands Kroon de eerste 2 jaar aan te sturen. En dan moet je even stappen over de verwikkelingen uit het verleden heen. En dat gaat je lukken? Ja, ik ben niet haatdragend, dus... Dat gaat gewoon door. U heeft geloof ik al ervaring. Ja, ik in het verre verleden, in een vorig leven, 78 ben ik wethouder in Schaag geweest, 2 jaar. Ik ben voorzitter in Schaag geweest van de VVD. Ik ben voorzitter van de VVD in Niedorp geweest. Ik ben 7 jaar fractievoorzitter in Niedorp geweest. En nu mijn 2e periode wethouder in de gemeente Niedorp. De portefeuille die u heeft gekregen, daar heeft u zin in. Is dat bij u passend? Ja, ik heb er zeker zin in. Ik vind dat die ook bij me past. Overigens heb ik een hele brede belangstelling. Dat gaat van welzijn, sport tot economische zaken en in dit geval dan financiën. Ik ben ooit gestart als leraar aan een technische school. Later in het bedrijfsleven terechtgekomen, dus ik heb alle facetten in dat opzicht wel gehad. In mijn eigen bedrijf en heb ik natuurlijk veel te maken gehad met financiën. En ik maakte ook de laatste jaren deel uit van de ledenraad van de Rabobank. Dus ik heb wel affiniteit met centjes. En is er nou nog één iets in uw portefeuille dat u zegt, nou, dat wil ik in die 2 jaar gewoon absoluut realiseren? Ja, naast financiën ga ik ook personeel organisatie doen. En het zal prachtig zijn als we na 2 jaar kunnen zeggen, er staat een organisatie waarbij de culturen van de verschillende oude gemeenten passend zijn bij elkaar. En dat we een organisatie hebben waarvan het publiek zegt, top. Het gaat nog een hele klus worden, want al die 4 gemeentes hebben toch allemaal hun eigen cultuurtjes. En dat moet toch allemaal ineens schuiven tot een nieuwe cultuur. Ja, maar het mooie, het gaat om mensen. En ik hou van mensen. En ik ben overtuigd, als je die instelling met elkaar hebt en naar elkaar wil luisteren en respect voor elkaar, dan komt dat hartstikke goed. Jullie hadden binnen de fractie 2 kandidaten. Dat was jij en dat was Feiko van der Laan. Ja.
En waarom is de keuze op jou gevallen? We hebben tijdens het onderhandelingsproces gekeken van welke portefeuilles onze kant op zouden komen. Daar hebben we zelf ook wat in gestuurd. Het was zo, als het de harde portefeuilles waren, ruimtelijke ordening en dat soort zaken, dat Feiko daar de meest aangewezen persoon voor was, gezien zijn ervaring in de afgelopen jaren. En als het gaat om de zachte portefeuilles, wat je zacht noemt anno 2011, zou ik het best kunnen doen, omdat ik daar de meeste ervaring mee heb. Blij met de portefeuille? Ik ben er blij mee. Het is een hele lastige portefeuille, want je krijgt veel werk in de komende jaren naar ons toe. Hè. Van AWBZ-voorzieningen gaan naar de WMO, jeugdzorg gaat van de provincie naar de gemeente, wetwerken naar vermogen. Dat betekent dat gemeentes voor een behoorlijke uitdaging komen te staan. Je bent een ervaren man, hè? Want binnen Niedorp was je al wethouder. Binnen Niedorp was ik wethouder, had ik financiën, sociale zaken, onderwijs, dorpsraden. Als ik kijk naar jouw portefeuille, wat is het dan dat je zegt, nou in die 2 jaar, dat wil ik in ieder geval realiseren? In die 2 jaar? Nou, ik heb de wind natuurlijk mee, er komen sowieso een paar scholen af. Daar heb ik zelf, maar ook collega's de basis voor gelegd, dus die komen binnen. En ik wil toch heel erg graag kijken of we een aantal voorzieningen voor burgers op het WMO-vlak op een goede manier aan elkaar kunnen knopen. En dan zit ik sterk te denken naar constructies en hoe het eruit ziet, ik weet het nog niet, dat je rond een kern, in een kern, een sociaal netwerk gaat organiseren. En dat kan zijn vanuit de supermarkt, dat kan zijn vanuit het dorpshuis, dat kan zijn vanuit een zorgcentrum, dat kan zijn vanuit school, plekken waar mensen elkaar ontmoeten, waar mensen elkaar leren kennen en waar dus ook zaken tussen buren onderling opgelost worden en dat je dus minder bemoeienis van de overheid nodig hebt. Voor mij toch een klein beetje een verrassing, Lia, want je zou stoppen. Ik zou in ieder geval stoppen als wethouder in Annapolona, dat is helder. Maar ik had me ook opgegeven als kandidaat wethouder. Even naar de portefeuille toe, welke portefeuille ga je doen? De portefeuilleverdeling is alleen nog maar op hoofdlijnen besproken. En ruimtelijke ordening is op dit moment de portefeuille die het CDA gaat invullen. Wat is er nou in jouw portefeuille dat je zegt, nou, dat wil ik in ieder geval in die komende 2 jaar absoluut bereiken? Nou, woningbouw is een van de belangrijkste pijlers natuurlijk. Nou, daar hebben we 2 dingen die wat tegenwerken. Dat is de provincie daar waar het gaat om de locaties waar we mogen bouwen. En het economisch tij wat zorgt ervoor dat er toch weinig gebouwd wordt door projectontwikkelaars omdat er weinig animo is. Maar ik denk dat dat het belangrijkste punt is dat we zeg maar, in het kader van de leefbaarheid van de kernen ook woningbouw kunnen realiseren voor iedereen in onze gemeente die daaraan toe is. Ik zou zeggen, heel veel succes met je wethouderschap. En ongetwijfeld kom je wel eens vaker voor de camera nog. Oké, dankjewel.